Buongiorno, welkom in Rome. We zijn hier ditmaal voor Darksiders 2 van THQ. De link met de stad is denk ik duidelijk. De game gaat over de vier ruiters van de apocalypse. En dit is natuurlijk het thuishonk van het christendom. We hebben nog heel weinig van de game gezien. Dus kunnen we jullie er als het goed is dadelijk eindelijk meer over vertellen. Maar dan zullen we hem eerst moeten spelen en dat gaan we zo meteen doen. We komen echt net uit de presentatiezaal van Darksiders 2. In tegenstelling tot wat wij dachten, hebben we niet met de game mogen spelen. We hebben een hands-off sessie gehad, wat dus inhoudt dat we naar een presentatie hebben gekeken. En daar viel ons een aantal dingen op. Wat ons als eerste opviel, en dat zal iedereen opvallen, is dat je niet langer met War speelt. I have an offer in mind. Je speelt nu met Dev. En Dev heeft een heel ander arsenaal aan trucjes. Hij is veel flexibeler. Hij kan over muren lopen, hij kan over kettingen jagen. Hij kan in principe gewoon flexibeler door de omgeving bewegen. En dat merk je ook aan de gameplay. Zo kan Dev niet blokken, wel. Dev kan alleen dodgen, waarbij hij snel achteruit deinst. Dev kun je ook aanpassen naar eigen smaak. Dat betekent dus dat je hem kostuums kunt geven. En die outfits die komen ook weer met eigen krachten. Daarnaast heb je nu ook weer skill trees, waardoor je dus Dev bepaalde krachten kan geven die hij kan gebruiken in het spel. Zo zagen we hem op een gegeven moment geesten oproepen die uit het hiernamaals naar Dev kwamen helpen om vijanden te verslaan. Alleen, wat we eigenlijk een beetje misten, en dat misten we eigenlijk ook een beetje in het eerste deel, is dat je speelt met de ruiter van de apocalypse, en dat zijn bad motherfuckers. Alleen dat komt niet echt over in de gameplay. Je speelt wel tegen hele grote bosses, alleen Dev moet toch allemaal een beetje heel moeizaam zijn klusjes klaren. En we zouden toch zien dat je dat gevoel dat je in God of War hebt, dat je echt met Kratos, met echt een held, Dat missen we nog een beetje, maar we hebben wel al gezien dat hij tegen gigantische bossen gaat vechten. We hebben, ik zeg wel dat we het hebben gezien, we hebben alleen het wapen van een bos gezien. Dat was huge. De bos zelf wordt nog getoond in toekomstige trailers. Maar ja, we weten dus al, er gaan epische veldslagen komen. En we hopen ook echt dat Dev daar het mannetje in kan zijn, want dat ontbrak nu nog wel een heel klein beetje. Ja, desalniettemin zag de actie er trouwens wel goed uit. Dev heeft weer veel moves, veel combo's. En je kunt hem inderdaad dus zelf vormgeven, dus je kunt er zelf ook je eigen smaakje aan geven. En dat is wel belangrijk, want Darksiders 2 is net als het vorige deel echt een hele lange game. De gameplay is eigenlijk een soort van crossover tussen de God of War serie en de Legend of Zelda reeks. En dat betekent dus dat je actierijke dungeons klaart de hele tijd. En je bent dus de hele tijd bezig met het zo diep mogelijk verkennen van bepaalde gebieden. En hoe dieper je in een bepaald gebied komt, hoe moeilijker vijanden je tegenkomt en des te betere wapens je vindt. Rome is een prachtige stad, mooie vrouwen, prachtige gebouwen die overigens allemaal maar half af zijn, dus doe er eens iets aan. Maar wat toch een beetje blijft steken is dat we niet met de game hebben mogen spelen. Kijk, ik vind het een hele mooie trip en ik vind het geweldig dat we een keer naar Rome kunnen. Maar ja, liefst al waren we toch eventjes hands-on geweest met de game. Dat gezegd hebbende, Darksiders 2 ziet er echt weer heel goed uit. Het is misschien nog niet echt de actie zoals we die gewend zijn uit de God of War serie. Maar aan de andere kant, daar moet de game het misschien ook helemaal niet van hebben. Het is gewoon echt weer een game voor die liefhebber van ontdekken en verkennen. En in die zin doet het tot nu toe echt heel weinig fout. Dus we kijken er echt naar uit.